Zo. Wat gebeurt er allemaal? Zo voel ik. Krijg je nog wat? Yes, goedemiddag jongens en welkom weer bij een nieuwe vlog. Zoals je ziet ben ik onderweg aan het lopen en ik ga weer naar de oude bekende bakkie toe. Maar ja, ik was net lekker thuis. Ik heb even met mijn dochter lekker de Smurfen gekeken en zo. Lekker gekoeld en zo. En nu ben ik onderweg en als ik nu de camera omdraai, dan gaan jullie zien met wie ik ben. Kijk eens man, Donnie Paper in de building. Fuck aan man, lekker? Ja man. En kijk hier, Pekje Mos. Fuck aan man strijden. Ja man, wat, je gaat een prank opnemen vandaag hè? Ja, als het lukt. Als ik, dat ding, ik ben dat ding kwijt man. Ja, ben je bijt? Ja. Daarom meen je niet? Stress. Ik, normaal lag het in de auto, is kwijt. Bij hem thuis ligt het niet. Dus nu is het wel redding als het bij mij Osso is. En anders heb ik weer geen COVID-video. Ah, no. In ieder geval, je komt erin stoppen. Hey. Zo, ja. Ik werd even gegroet. Nou jongens, wij zijn in het centrum en Petje Mos kan zijn... Je kan hem niet vinden, hè? Je bent hem kwijt. Nee, ik ben kwijt man. Dus dat wordt geen prank. Maar in ieder geval, we zijn eventjes in het centrum. Nou jongens, jullie weten toch, als ik langs het centrum ga, dan kan ik hier nooit voorbij gaan. Fuck aan man, kolom man. Easy man, hoe is het man? Ja, super lekker man. Ja, man. Met jou? Ja, ontspannen man. Ja, gaat lekker man. Ja man, ik hoorde wel eens iets vervelends gebeurd, maar voor de rest is alles ja, goed. Ja, want toen die dag had ik hier nog een vlog, maar toen gebeurde de familieomstandigheden. Ja toch. Ik heb dat niet meer gevlogd. Ja, maar het gaat lekker. Ja, we zijn er man. Ja, we zijn er man. Easy voor fresco man. Alles omhoog. Er was eens een man, genaamd Kollo. Heel gefocust bezig. Precies. Dus precies. Lekker man. Nou jongens, ik ben ondertussen in de Bart Smit. Of ik moet zeggen Intertoys, want ze hebben de naam veranderd. Het is niet Intertoys, Bart Smit is Intertoys geworden of Intertoys is Bart Smit geworden. In ieder geval maakt het ook niet uit. Ik wou Ghost Recon halen, de nieuwe. Maar ik zit te twijfelen, want het is wel een co-op en ik weet niet of ik zeg maar als je bent uitgespeeld of je dan al helemaal bent uitgespeeld of dat je nog leuke dingen ernaast kan doen. Dus laat het ook even in de comments weten of het wel een, of het waard is zeg maar om te halen. Want dan zou ik hem te denken om te halen, maar ja, ik weet niet man. Petje Mos zegt sowieso dat hij gaar is, maar hij heeft niet gespeeld, dus hij mag nee, niks nee, zeggen. Nee, maar ik vind co-op gewoon een tand gaar. Ja, co-op spellen zijn tand gaar. Ik kan ja, maar jij bent in de beta. Weet je wat het is? Dat is zo'n ja, game, die speel je gewoon een week en dan is het klaar. Ja, dat weet ik niet, want Destiny heb ik ook al mee gespeeld. Maar dat is echt, dat is online ook. Ja, maar dan is het heel cool op 9 van de 10 keer. Ja, een soort van. Ja. Dat is gewoon een MMO. Het is toch ook een open wereld, het is ook MMO. Ja, maar fucka, je schiet echt computer. Ja, maar in ieder geval, ik wil niet de mening van hem weten, want deze man die wil al een jaar Call of Duty Pro worden. En het lukt hem niet. Dus laat me de echte gamers. De echte gamers, laat me even weten wat. Wat jullie ervan vinden. Maar in ieder geval jongens, ik ben nu aangekomen bij een afdeling met allemaal kindertassen, zeg maar. En ik weet dat mijn dochter pas over een half jaar op school gaat, maar ik denk ik ga alvast een tas voor haar halen, dat is leuk. En alleen, ik zit even te kijken welke man. Ze vinden Woezel en Pipblauw. Ik vind K3 heel leuk. Ze hebben geen Louis-tas hier. Wat zeg? Ze hebben geen Louis-tas hier. Hou nou eens op. Die troep toch niet van je kleine kind halen. Die laat je er toch niet zo bij lopen. Dat is even disrespect, man. Boy, gewoon een leuke tas. Maar je zit te kijken welke, man. Ze is sowieso blijer met dit dan een Louis-tas, man. Ik zou deze halen. Nee, K3, hè? Ze houdt van K3. Gewoon 3 boeren bitches erop. Boy, hou nou eens op. Zo kan je niet zijn. Ik ben gewoon iets van mijn dochter aan het checken. Waarom moet je altijd mijn moment verpesten? Nee, joh. Maar die K3 is leuk. Nou, gaan deze halen, man. Welke zou je doen van die 3? Hou ons op, het is een tas van mijn dochter, man. Hey, lekker man. Net even mijn vriendin gebeld en ik ga toch even voor de Frozen tas, want de Frozen is ook leuk. En hij is ook mooier, hè, moet ik eerlijk zeggen. Ja, veel mooier. Ja, dan gelijk, ja, ik weet niet man, ga gelijk even een dingetje erbij halen, man. Maar ja, het gaat pas over een half jaar op school, maar ja, kan gewoon. Nou, gelijk even dus een bekertje erbij halen, een broodtrommeltje, helemaal compleet. Nou, Sean en Jeff! Oh my god! Het is Sean en Jeff! Oh my god! Oh my god! Jeffrey, we love you! We love you, man! Fucka, Jeff! Fucka! Lekker man, jullie waren op bus aan het wachten en zo. Ja, man. Dus ja, toch? Wat gaan jullie doen nu dan? Nou, wat ga jij doen? Voor jou. Hé! Als je wil, kijk, ik moet even verder in de straat zijn. Ik moet eventjes een afspraak met Petje snel. Ja. Maar ik ben binnen 20 minuten zo klaar. Dus als je even hier gewoon bij me thuis wacht, dan kom ik er zo aan, man. Aha, dat kunnen we toch? Ja, toch? Dan check ik jullie zo goed. Yo. Ja, die guy heeft zijn eigen kantoor in zijn eigen huis, dus ik kan jullie niet allemaal meenemen, weet je toch? Ja, oké, bel gewoon aan, goed, Stef is thuis, man. Ja, oké, lobby man, strijders.
Je hebt het net al een beetje gezien, hè? Papa heeft een cadeautje voor jou. Je moet eerst netjes gaan zitten. Kijk eens. Oh. Is dat mooi? Wie is dat? Weet het niet. Dat weet je wel. Dat weet je wel, vieze sneak. Dat weet je wel. En kijk eens, doe ze de tas open. Zit er wat in? Ja. Wie is dit? Olaf. Olaf, hè? En die? Olaf. Ja, hè? Die? Die is Elsa, volgens mij. Maar mama weet ook die naam niet. Hé, hey, er zit nog wat in de tas. Maak ze open. Maak de tas open, moppie. Hey. Oh, mooie bekertje. Voor school. Voor school, hè? En nog iets anders. En er zit nog wat in. Een boterhammetrommel. Oh, mooi. Open. Oh, voor de boterhammetjes. Mm. Nou, bespreking met Petje Mos, waar we mee bezig zijn met ons eigen merk, achter de rug. En dat gaat best wel snel gelanceerd worden. Tas gebracht naar mijn dochtertje, ook check. En ze vond het hartstikke leuk. En nu ben ik nog met deze twee strijders, die jullie net ook in de vlog even zagen. Mijn twee neefjes. Yo. Besef dat we gewoon broeren van elkaar zijn, hè? Dat is gekke shit. Ja! Maar in ieder geval, wat ik dus... Zo ja! Ja! In ieder geval wat ik wil zeggen, dat is Jeffrey, die, ik zei ik kom zo over 20 minuten, maar het was ietsjes langer. Maar in ieder geval, jullie zien nu dat we onderweg zijn en wij gaan eventjes naar de supermarkt toe. Want deze twee strijders komen lekker eten. En dan moeten we even wat dingen erbij halen. Je weet toch, we waren iets aan het maken, mijn vriendin in ieder geval. Ik zit zomaar de credits te stelen, mijn vriendin is eten aan het maken. Maar even nog wat erbij halen. En dan kunnen we chappen, man. Ja! Lekker, man. We zijn boodschappen aan het halen. Lekker. Lekker bezig, man. Ja. Pakachan is er ook. Hey Jeff. Ja. Ik vind dat het een tijd is van een liedje, man. Een liedje? Ja, je hebt toch die ocarina ding bij je? Ja. Ah, ik zweer, speel je hier gewoon erop. Ja, je hebt die skinta gewoon, je hebt die skinta. Yo, man. Daar komt die, hoor. Onze Zelda. Onze Zelda. Jongen, je bent aan mijn ja, speel, dat is mooi. Ja, broer, je kan zo'n muzikant worden, man. We hebben dat ding altijd bij je. Ja, nu gewoon vanaf nu. Ja. Nou, nu weet ik al waarom Sean die kaasbroodjes heeft gehad. We komen net zeg maar vanaf die kassa vandaan. Hij zegt laten we challenge houden. Ja. Denk dat ik ook een stukje krijg, maar jongens. Je mag. Nee, maak een grapje. Maar wat is je challenge, zei je? Oh, snel. Het wie dus eerst een broodje op hè. Ja? Ja. Oké. Maar goed. Oké, jongens. Voordat we gaan beginnen. De mensen thuis. Wie denken jullie wie die gaat winnen? 3, 2, 1, ja! Huh? Jullie eten het dan te langzaam, man, bro. Zo. Wat gebeurt er allemaal? Zo voel ik. Krijg je nog wel adem? Krijg je nog wel adem? Kijk. Nu komen die manoogjes weer. Take me to the moon. Wat is dit voor shit? Waarom eet je zo langzaam? Dat kan niet. Ja, jullie zijn disrespecten voor snelheid wedstrijdjes, man. Zo. Yes, man, strijders. Ik ben ondertussen in de studio bij mijn broer thuis. En, dat is die beat. Ik zeg veel start. In ieder geval zijn we in de studio. We zijn even bezig met beats aan het luisteren. En als je afvraagt met wie ik ben hier zo. Kijk, hier hebben we strijks, fucker strijks. Jongens, ik ben er. Daar hebben we vee. Braaf. Slicks in de background, fucker. Die zijn op een FIFA game en ik ben met deze man even een beat aan het uitzoeken, man. Want we gaan super enge dingen doen, man. Maar als jullie even beseffen wat deze man allemaal gaat brengen, man. Je hebt hele enge bars, man, bro. Thanks, bro. Dus, weet je, nu komt zeg maar die part dat je zegt, ja, man, jij ook, man, bro. Ja, maar mensen weten toch, ja. Ik heb net een pokoe gehoord en als jullie dit ding gaan beseffen, super eng. Alles omhoog, man. Alles om super hoog. Ja, maar jullie zijn wel bij die clip, toch? Sowieso. En doe. Ik ben daar, man, dat is cool. Dus ja, man, maar deze beat is wel. Oh, nee, ik hoor, je gaat iets gooien. Ik ga niks gooien.
daar. Ik weet niet eens meer waar ik vanavond slaap. Ik ben wel baby op, ik ben vanavond laat. Maar soms om geld is tussen, als een bejaardenskaart. Hey, hey. Boy, hey, ik wil niet eens meer geven, man. Redden, maar er komen enge dingen aan. Allee, zet een fijn poes, man. Nou, goedemorgen, jongens. Ik ben serieus wakker. Ik moet er even helemaal bij komen. Ik heb eigenlijk gewoon gelijk de vlogcamera aangetrokken. Ja, ik moest de vlog nog afsluiten, dat wist ik. Ik was gisteren ook aan het editen. Maar ik was zo moe dat ik dacht, man, weet je wat, ik moet morgen best wel vroeg opstaan. Ik ga slapen en ik hou het toch niet meer. Dus ik dacht van ja, dan doe ik het einde wel als ik wakker ben, man. Dus dat is eigenlijk het hele boeiende verhaal. Maar ja, dus dat eigenlijk, jongens. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben vooral. En dan zie ik jullie weer de volgende vlog, man. Ik hou van jullie, man. Later.